Welkom bij Superkids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Geven maakt blij, dus tijdens... Juist, van een doos word ik heel blij. Hoor je dat geluid? Wat is dat getikt? Zou er een tijdbom in zitten? Ontdek het snel met de Superkids Challenge. Wow. Goeiemorgen. Wat is dat voor geluid? Hallo, hallo, hallo. Oh, daar heb je het weer. De baas. Oké, hou vast. Tijdens deze challenge hebben jullie haast. Degene die het kaartje voorleest, krijgt het cadeautje als eerst. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk vragen beantwoordt. Ja. Wanneer je de vraag goed beantwoordt, geef je het cadeau aan de andere presentator. Okay. Ja. Fout, dan blijft hij bij jou. Okay. Degene die het kan ontploft, dan heeft verloren. Ja, oké. Okay. Helder. Oké. Nee, dat je helemaal snapt? Ja. Oké, anders geen vraag, hè? Oké, let's go. Vraag 1. Welke band is hoger in judo? Geel of groen? Groen. Ja, daar komt wel. Dat is wit, geel, groen. Oké. Hoeveel nullen heeft 1 miljoen? Zijn het er 3, 9, 6 of 9? 9. Ja, 9, dat is goed. Geef hem dan maar. Nou, mag jij weer. Oké, 6 is te snel. Oké, hey, gezellig zo. Leuk. Nee. Wat is de kleur van de jurk van de prinses Assepoester? Is dat groen? Blauw. Geel of blauw? Ja, dat is blauw. Oké. Kom maar neer. Snel. Hoeveel kleuren zitten er in een gewone regenboog? Oh. Je hebt geen gekke regenboog, maar het zijn dat er 7, 8 of 9? Nou, 7? Ja, jongens, alles is goed. Ja, dat is namelijk rood, oranje, dan geel, dan groen. Ja, oké. Wat hoort er niet bij? Friet, banaan, chips of krieltjes? Chips, banaan. Banaan! Ja, want de rest is natuurlijk van aardappel. Oké, goed luisteren. Je lichaam bestaat voor 60% uit... Sneller. Water, botten of spieren? Water. Water? Is dat je definitieve antwoord? Ja. Nee, dat is goed. Oké. Okay. Vraag 7. In welk land rijden ze links met de auto? Is dat Kroatië, Frankrijk, Nederland of... Frankrijk is niet goed. Oh! Zo, ik schrok wel eventjes, hè? Ik ook. Nou, lekker begin van de dag. Fijne zondag. Nou, hetzelfde. Ik ben helemaal apropos gewoon. Mijn hele hart gaat echt zo op en neer. Dat herken ik echt. Ja? Nou, dan gaan we nu kijken naar het Bijbelverhaal. Jezus en zijn discipelen gaan op een dag samen naar de tempel. Bij de tempel ligt een schatkist waar mensen geld in kunnen doen. Jezus gaat zitten bij de schatkist en kijkt naar alle mensen die er geld in doen. Precies op dat moment komt er een weduwe langs. Zij is haar man verloren en heeft niet zoveel geld om van te leven. Ondanks dat ze zo weinig geld heeft, geeft ze alles wat ze heeft om de tempel te steunen. Jezus ziet dit en is heel trots op de weduwe. Hij zegt tegen de discipelen dat deze weduwe meer in de schatkist heeft gegooid dan wie dan ook die vandaag geld heeft gegeven. Dat vinden de discipelen maar gek. Ze zeggen tegen Jezus: "Maar meester, de vrouw heeft er helemaal niet zoveel in gedaan. Een klein muntje maar. De anderen hebben veel meer geld gegeven." Jezus legt hen uit dat de vrouw veel minder geld heeft dan alle anderen die geld in de schatkist hebben gedaan. Iedereen heeft gegeven van wat ze over hadden. Maar de weduwe heeft alles gegeven wat ze had. Nou, we hebben het vandaag over geven. Geven maakt blij. Maar wat is geven en wat geef je dan eigenlijk? Ik zie hier een spaarpotje met wat geld liggen. Je kunt natuurlijk altijd geld geven aan iemand als die dat nodig heeft. Maar je kunt ook je liefde geven of hulp aanbieden, je talenten gebruiken voor iets, van alles. Hele goeie. En als je het dan hebt over tijd bijvoorbeeld, kan je ook geven. Dan heb ik hier een oma die een spelletje speelt. En een spelletje speel je natuurlijk nooit alleen. Dat kan je met vriendjes doen of met opa en oma. Maar dat doe je samen, dan geef je tijd. Ja. Ik zie hier ook iemand die uit een vliegtuig springt. Ik bedoel, spannend. Wow, dan moet je lef hebben. Hè? Maar dat vind ik ook wel een talent, dat je zoiets durft. Dus als je iemand wilt meenemen in jouw talent, of dat nou uit een vliegtuig springen is of voetbal of wat dan ook,
kan je dat op deze manier? Of kan je dat in ieder geval doen? Hey, en je kunt dus je tijd geven, je energie, je geld, van alles. Maar wat we daarin belangrijk vinden, is dat God ons eigenlijk alles heeft gegeven. Alles. En wij geven daarom onze eerste 10% terug aan God. Dat is wat ik en dat is wat mijn gezin, mijn man doet. Maar wat heel belangrijk is bij geven, is dat we er blij van worden. Dus als we het dan hebben over belangrijk en blij, hadden mijn man en ik het erover. Wat maakt ons nou blij en wat kunnen we dan geven? En dat zijn onder andere jullie, Superkids. Wij dienen allebei bij Superkids. Dat maakt ons blij en we geven graag onze tijd. Maar we geven bijvoorbeeld ook geld aan Compassion, een goed doel. Gaaf. Wat dat kindje kan dan naar school en kan eten. En dat maakt hem blij en ons maakt het blij dat we dit kunnen doen. Hey Elin, wat kan Superkids nou geven? Ja, je moet natuurlijk alleen geven als je er zelf ook echt blij van wordt. Maar denk aan een taart bakken voor de buurvrouw. Of als je heel erg van tekenen houdt en er goed in bent, een tekening maken en aan iemand geven. Of iemand helpen met voetballen als die het lastig vindt. Dat zijn dus ook weer je talenten. Dus eigenlijk zeg je, we hebben allemaal verschillende manieren om te geven. Superkids, jullie kunnen dat. Want geven maakt blij. Ik zou zeggen, Superkids, probeer het eens uit. Dit was het alweer voor vandaag. We zien jullie volgende week. Doei!